ik kan hier wel niet meer staan. Hoe is het water, jongens? Goed. Goed, lekker. Ja, dat is echt super. De vijf watervlotten bij de Heen is volgens Lonely Planet een van de meest bijzondere vakantieplekken ter wereld. Onthaasten. De beheerder van de vlotte, Guus, zegt dat de vermelding in de reisgids vooral voor extra naamsbekendheid zorgt. Daar hechten de mensen vaak toch wel veel waarde aan. En wat extra interesse uit buurland België. Even weg van school, op ons gemak zijn. Hannes laat het vlot zien. Dit is onze slaapplek hier. Hier onze koelbox. En daar steken we al onze frisse dingen in van eten en zo en drinken. Zijn vader Johan vindt het gebrek aan luxe juist wel fijn. Geen radio, geen tv, geen... voor hem dan computer of PlayStation. Hè. Hoewel reisgidsen voor veel toeristen nog belangrijk zijn, is steeds meer informatie via het internet te vinden. En dat merkt ook reisboekenverkoper Frans Hovers uit Eindhoven. Toch is het tijdens de vakantietijd nog behoorlijk druk in zijn winkel. Kan ik je even inpakken? Ja. Dus ik vind het loopt behoorlijk aan. Ja. Volgens Stefan, die op zoek is naar een kaart van Frankrijk, is een papieren kaart of een reisboek nog lang niet achterhaald. Op een smartphone kun je geen overzicht maken, want je hebt maar een heel klein stukje. Hovers zegt dat reizigers zich vaak niet realiseren dat de omstandigheden in het buitenland vaak heel anders zijn dan in Nederland. Kijk, in Nederland heb je bereik, maar in hele grote delen van de wereld, daar is helemaal geen bereik. Daar zul je op een andere manier je weg moeten vinden dan met een smartphone. Volgens hem zou het dus dom zijn als de uitgever helemaal digitaal gaat. Ja, als ze voornamelijk voor digitaal zijn gaan, dan zijn ze stom, ja. Kijk, dat je dat pad opgaat, dat vind ik wel slim. Maar ik denk dat je twee stromen krijgt. Je krijgt een digitaal, virtueel stroom en je krijgt een handmatig, dat zal altijd bestaan. Een vermelding in een reisgids is leuk, maar het belangrijkste voor een goed seizoen... Heerlijk zo. En al wekenlang, en dat merk je ook wel met de boekingen en zo. Ja. ...is toch een goede zomer.